Dit is ons visitekaartje. Dit is Bear, de grote mosasaurus. Een reusachtig zeereptiel. Je moet denken aan een beest van 1,12 meter dat hier rondzwom in de Krijtzee. Aan het eind van het Krijt, dus aan het eind van het dinosaurustijdperk, zo'n 66 miljoen jaar geleden. Het fossiel is in 1998 ontdekt in de Enzigroeven hier vlakbij en heeft toen hier een plekje in het museum gekregen. Dit is het Bruin Museum. Zo moet het museum er in het begin ongeveer hebben uitgezien toen het ongeveer 100 jaar geleden begon. Het is toen samengebracht door de mensen van het Natuurhistorisch Genootschap die graag een plaats wilden hebben om hun materialen kwijt te kunnen. Het zijn allerlei natuurhistorische objecten die in die tijd verzameld werden. Dat zijn niet alleen opgezette beesten en vogels, maar bijvoorbeeld ook rariteiten op sterk water. Maar we hebben dus allerlei opgezette beesten, skeletten, botten, het is hier allemaal. Het museum vertelt het verhaal van de natuur van Limburg, van vroeger en nu. Een regionaal museum. De natuur van nu, de hele diversiteit van wat er hier aan verschillende landschappen allemaal te vinden is. En een groot zwaartepunt is natuurlijk de natuur van het einde van het Krijt, het einde van het dino-tijdperk. Toen het hier een zee was en er hier mosasaurussen rondzwommen. Dit is het magazijn van de geologiecollectie. Dus hier staat onze fossiele verzameling vooral opgesteld. Bij elkaar hebben we een stuk of 500.000, maar meer dan dat zelfs, aan objecten in de verzameling. En dit is het Gulpers Krijt. Kijk, je kunt zien, het was hier ooit een zee. Dit zijn zeeegels. Deze laden die zitten inmiddels allemaal vol, maar er komt nog steeds nieuw materiaal binnen. Op deze pelleten hebben we hier nog een doos met boringen van de A2. We krijgen niet alleen materiaal, er gebeurt natuurlijk ook wat mee. Dus we hebben heel regelmatig ook gastonderzoekers uit het buitenland te gast. Vandaag Marton Rabi uit Hongarije, die de schildpadden hier verder aan het onderzoeken is. Hier in Limburg zijn erg veel verzamelaars van alles wat met natuur te maken heeft. Allerlei planten en beesten. Dit is de verzameling van Stevens. Die heeft een heleboel vlinders verzameld. Al de verzamelaars willen graag dat hun materiaal uiteindelijk op een mooie plaats terechtkomt. En ja, als Natuurhistorisch Museum van Maastricht zijn wij eigenlijk het eerste aanspreekpunt om het dan kwijt te kunnen. Dat betekent dat wij heel snel overlopen worden bijna met aanvragen van: kunnen jullie onze collectie kwijt? En ja, we hebben daar op een gegeven moment gewoon geen ruimte meer voor om dat allemaal kwijt te kunnen. En dan zullen we selectief moeten zijn. En dat geldt voor vlinders in dit geval, maar het geldt ook voor een heleboel andere groepen. Nou, we moeten bijna alle ruimtes gebruiken. Dit zijn eigenlijk kasten met inhoud die in het vogelmagazijn horen te staan waar we dan nu komen. In dit hele vogelmagazijn. We hebben nu een paar kleine plaatsen omdat de grotere exemplaren in bruikleen zijn, maar voor de rest, de meeste kasten staan gewoon helemaal vol. Als er dus nu nog grote stukken bij zouden komen, als iemand een verzameling zou willen doneren, het wordt gewoon heel moeilijk om het nog op een nuttige manier kwijt te raken en te kunnen plaatsen. Thank you.
Ja, de toekomst, dat blijft deze historische locatie midden in het centrum van Maastricht naast het conservatorium aan de Jeker. Of we gaan naar de compleet nieuwe locatie dan bijvoorbeeld bij de Sint-Pietersberg in de Enzigroeven, waar je dan iets compleet nieuws op gaat zetten en heel veel collectieruimte hebt.